Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we stapelwolken over Nederland trekken, maar er zijn ook grote gebieden waar de zon flink scheen en dat was dan om kwart voor één. Maar dat was ook vanochtend zo en ook in de late middag en avond zal de zon nog geregeld schijnen, maar her en der valt er ook een bui. Dat kan zowel in het noorden zijn als in het uiterste zuiden en de temperatuur ligt vanavond rond 15 graden. In de loop van de nacht is het op de meeste plaatsen droog, kan het wat nevelig worden, misschien zelfs een mistbank, en de temperatuur daalt dan naar 5 tot 8 graden, er dus staat weinig wind. Ook morgenochtend is het heel rustig weer, het is op de meeste plaatsen droog en de zon schijnt geregeld, een heerlijke start van de woensdag. In de loop van de dag gaan er weer buien ontstaan en loopt de temperatuur op naar een aangename 17 tot 20 graden. Donderdag en vrijdag verwachten we minder ruimte voor de zon en meer buien, maar de temperaturen blijven hoog rond de 20 graden uitkomen. Koningsdag kan mogelijk ook wisselvallig verlopen en de temperatuur lijkt dan iets naar beneden te gaan. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl